Deze shoplog kun jij winnen. Echt super cute, jongens. Ik vind dit echt leuk. Ja, jongens, ik word hier wild van, hoor. Het ziet er net uit alsof je Versace draagt, maar het is gewoon Primark. Ik weet dat je hier vrolijk van wordt. Lieg niet tegen me. Jingle bells, jingle all the way. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke en speciale video. Namelijk een kerstwinactie. Wanneer dit online komt, is het natuurlijk tweede kerstdag. Dus ik wens jullie sowieso nog eventjes een hele fijne kerst. En ik ga jullie kerst wellicht nog ietsje leuker maken. Laten we gewoon in ieder geval kerst vieren. En bovendien gewoon het feit dat ik richting de 25k ga. En ik jullie gewoon wil bedanken voor het feit dat jullie mij weer een heel jaar hebben gesteund. Dus, wordt super leuk. Als je zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet niet om straks een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. Ik ga jullie straks vertellen wat je moet doen als je kans wilt maken op de winactie. Ik heb deze keer niet één, niet twee, maar weer drie winnaars. Dus ik speel even voor kerstvrouw hier. En ik hoop echt dat jullie deze items leuk gaan vinden. Want ik zelf ben er echt super blij mee dat ik dit mag weggeven. Laten we beginnen met het eerste. Het eerste item dat je kunt winnen is van Mi Moneda. En dat is een sieradenmerk waar ik zelf echt best wel dol op ben. Ik heb hier een kettingje van hun om. En ik draag ook een ring van hun. Ik krijg daar echt heel veel complimenten op. Dus dat is ook waarom ik echt heel erg tof vind om met hun te kunnen samenwerken en dit weg te geven. Wat ik nu ga weggeven komt uit de Icons collectie. En ja, dat is eigenlijk een beetje een vintage stijltje. Het lijkt heel erg op deze ring. Het is een goudkleurige ring. En die is echt zilver. Maar gold plated. En dat is misschien verwarrend voor iedereen die denkt, is het nou goud of wat? Volgens mij noemen we dat in het Nederlands goud verguld. In ieder geval gold plated. Dus het gaat heel lang mee. En het is ook echt wel een heel kostbaar stuk. Het is €109 in de winkel. Maar je kunt hem hier vandaag winnen. En het is wel leuk. Ze hebben verschillende soorten. Dit is dan de oranje met een schelpje erop. Maar ze hebben dit dus ook in andere kleuren. En ja, ik dacht ik vind het wel leuk om een oranje weg te geven. Want dit vind ik wel een heel gezellig kleurtje. Die zowel in de winter als in de zomer heel goed bij alles staat. Om het nog leuker te maken, kan je dat schelpje eraf halen. En dan kan je dus een ander icoontje erop doen. Dus ze hebben ook roosjes, hartjes, beertjes. Ook bijtjes. Die vind ik zelf heel erg leuk. En dit is dan dus een schelpje. Ik hou zelf dus echt van om dit soort ringen gewoon met elkaar te combineren. En dan gewoon eventjes iedereen perplex te doen staan door mijn shine. Gewoon bra, 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 bra. Dat is dus cadeautje nummer 1 voor een van de gelukkigen. Dan gaan we door naar item nummer 2 die je hier kunt winnen. En dat is een hele mooie tas van het Deense merk Markberg. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik ben er eigenlijk best wel fan van. Ik heb zelf 2 tassen van het merk. En dat zijn echt lederen tassen, dus dat is sowieso al top. En ik heb voor een van jullie deze uitgekozen. We hebben weer een shine momentje hier hoor jongens. Kijk, het heeft gewoon een lederen hengsel. Wacht, jullie zien natuurlijk nog dit hele plasticje erop. Kijk, zo kan ik hem even wat beter laten zien. Ik vind het heel tof. Zwart leer en dan toch nog eventjes dat metallic slangenprintje erop. Ja jongens, ik word hier wild van hoor. Ik weet niet hoe dat met jullie gesteld is. Dit is de binnenkant van de tas. Hij heeft 2 vakken. Een wat groter vak en dan nog een vak met een ritsje. Echt super handig die verdeling. En hier zit dan ook nog zo'n vakje in waar je je creditcard in kan doen. Oh trouwens, hier zit ook nog een vakje. Heel erg handig. Ik vind het een toptasje jongens. Echt een mooie tas van een mooi merk. En misschien ook nog wel even leuk om te weten. We only use leather which is a byproduct from the food industry, zeggen ze. Dus met andere woorden, ze gebruiken alleen leer dat een bijproduct is van de voedselindustrie. Oké, jongens, dan gaan we door met het derde cadeautje dat je kunt winnen. Het zijn 6 vingers, maar je snapt het. Ik ben gewoon extra enthousiast. Dus jullie krijgen gewoon even die extra hand in je beeldscherm. Het derde cadeautje dat je kunt winnen is van Primark. Ik heb namelijk weer een gigantische shoplog gedaan. Maar deze shoplog is dus niet voor mij. Deze shoplog kun jij winnen. En ik heb echt super toffe items gevonden. The Spirit of Christmas. I'm gonna give it all to you. Oké, we gaan even beginnen met het letterbord. Ik weet niet waarom. Ik heb het gevoel alsof ik dit al eerder aan jullie heb laten zien. Volgens mij heb ik persoonlijk 2 letterborden. Ik heb ze allebei nog niet gebruikt, want ik wacht tot ik ga verhuizen. Maar ik vind dit dus echt super leuk. En hierop ja, kan je gewoon een of andere sassy tekst zetten. En ja, gewoon lekker, lekker sassy en sexy doen. Hartstikke tof.
Dan heb ik ook een oogmaskertje gevonden. Deze vond ik er gewoon echt super schattig uitzien. Er staat een hartje op. En daarop staat Dreamer. For my lovely dreamer out there. En ja, dit is echt super zacht. Ik vond het gewoon heel schattig. Weet je, en dit is ook vooral heel erg handig als je veel reist. Maar eigenlijk is het gewoon al handig als je veel slaapt. Ook als je weinig slaapt. Super chill. Oogjes toe en lekker slapen gaan. Heerlijk dit. Dan heb ik ook een fles gevonden en daarop staat Slay All Day. Dit vond ik als een van de eerste. En ja, dit vind ik gewoon heel erg leuk, omdat het mogelijk ook nog geluk brengt. Het is namelijk een Boeddha, maar niet gewoon een Boeddha. Het is een Boeddha hanger. Ik hoop dat ik hier echt iets van een muziekje overheen ga zetten of zo. Dat het nog ergens op lijkt. Maar ja, ik vind dat dus best wel leuk. Ik had er bijna 2 gehaald. Omdat ik vind dat je hiervan gewoon een volledige collectie moet maken. Misschien is het leuk om er 3 naast elkaar op te hangen bijvoorbeeld. Maar ik denk ja, als degene die dit wint niet leuk vindt. Ja, dan zit je toch met 3 van die Boeddha's. Wel 3 keer zoveel geluk. Ik weet niet waar deze Boeddha voor staat. Waarschijnlijk gewoon voor het succesvol ophangen van je badjas ofzo. Dan, en deze heb ik dus ook voor mezelf gehaald, een riem. Ik vind dit echt zo'n toffe riem. Waarschijnlijk hebben jullie mij al wel vaker dit soort riemen zien dragen. Het zijn gewoon van die goudkleurige, kettingachtige riemen. En dit is echt top. Dit is top. Als je namelijk een jurkje aan hebt die bijvoorbeeld met je groot valt, een sweaterdress of een t-shirt dress of wat dan ook, dan is dit echt perfect om daar even omheen te doen. En dan kleed je het toch weer even net extra aan. Ziet er net uit alsof je Versace draagt, maar het is gewoon Primark en je hebt het van mij gehad. Yes, girlfriend. Ik heb hem ook, dus we zijn twinning, winning. Natuurlijk krijg je van mij ook een vanillekaars. Ik vind het jammer dat ze niet meer echt innovatief zijn op de kaarsenafdeling. Ik had het wel leuk gevonden om nu weer een of andere spetterende kaars te vinden. Deze heb ik al 10.000 keer voorbij zien komen. Heb ik ook al 10.000 keer gekocht. Maakt verder niet uit. Het is gewoon weer een heerlijke vanillekaars. En ik heb hem dus nu voor jou gehaald. Ruikt echt lekker hoor, deze Madagascan vanille, vanille en patchouli. Een kleinigheidje. Dit is de Glitter Junkie Metallic Eye Pigment. Ik heb werkelijk waar geen idee wat het precies gaat voorstellen. Maar het is iets voor op je oog en het glittert. En ik denk dat ik iemand daar gelukkig mee kan gaan maken. Leef je uit. Ik heb even getwijfeld toen ik bij de afdeling stond. Ik kan me namelijk zo voorstellen dat er een aantal van jullie zijn die echt gek zijn op minimalisme. Soms kan ik ervan houden, maar ik dacht nee. We gaan echt even spetteren deze kerst. Dus ik heb hier weer een spetterend item. En ik hoop echt maar dat degene die dit wint het ook echt daadwerkelijk leuk gaat vinden. Maar ik kon het gewoon niet laten. Glitterslippers, jongens. Hebben jullie ooit glitterslippers gezien? Nee? Bij deze. Glitterslippers op je beeldscherm. Hoe leuk is dit? En als je dan denkt van, oh ja, oké, ja, wel grappig. Maar, mwah, ja, inderdaad niet echt mijn ding. Dan ga ik je nu uitleggen waarom ik dan toch heb gedacht, ik haal ze. Check dit. Kijk. Ze hebben dat Zemermin unicorn effect. Zo zijn ze zilver en zo zijn ze rainbow. Zilver, rainbow. Oh my god, je kunt er ook gewoon een hartje in maken. Kost wat tijd en dit is wel echt alleen weggelegd voor de pros. Maar dan kun je er dus een hartje in maken. Kijk even hoe leuk, kijk even hoe leuk. Zie je dat hartje? Dit is toch te cute. Het kan me ook gewoon helemaal niet schelen of je dit wel of niet aantrekt. Ik wil gewoon dit naar iemand toesturen. En dat je er in ieder geval even 5 seconden aan besteedt om dit uit te proberen. Want dit is gewoon leuk. Hier word je sowieso vrolijk van. Ik weet dat je hier vrolijk van wordt. Lieg niet tegen me. Dan heb ik nog een heel erg extra item. Echt extra, extra. Dit is gewoon zo verschrikkelijk lelijk dat het leuk is. Dit schrift. Ik schaam me misschien een heel klein tikje om dit aan jullie te laten zien. Want dit is ik weet niet wat dit is. Ik geef het toe. Ik heb echt iets heel erg lelijks voor je gekocht. Dit is een beetje om je te pesten. Maar ook een beetje om je de grap in te laten zien van het leven. Nee. Ik hoef niet diep te gaan doen. Het ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon grappig. Ik weet niet waarom ik het geluid van een sirene erbij doe. Maar
lampjes, jongens. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Die sirene klopt echt niet erbij. Dat klopt niet. Het moet natuurlijk een leuk nummertje zijn. Wat is nou een leuk nummertje hierbij? Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ik zag dat het hele schap nog vol zat en ik ben me ervan bewust dat het waarschijnlijk gewoon echt heel slecht verkoopt. Want ze hadden ook echt alleen maar de letter M. Ik weet niet waar het voor staat. Wat mij betreft staat het voor mooie meid. Dan kunnen jullie hem dus allemaal gewoon gebruiken. Dit is niet alleen voor de Miranda's en de Melissa's. Dit is voor iedereen. Pennenset! Die ga je nodig hebben voor bij je prachtige schrift. Ik vond deze wel leuk, want het is zeg maar een soort van hologram. Net zoals mijn nagels. Ik weet niet of dat al was opgevallen. Maar er zitten 3 potloden bij en een pen en een hele grote paperclip. 2 hele grote paperclips. En een puntenslijper. Nou, helemaal top. Hartstikke leuk. Die krijg je erbij. Omdat ik dat nog niet helemaal extra genoeg vond, dacht ik, weet je, ik doe ook nog even een speciaal pennetje erbij. Voor diegene die dat wel kan waarderen. Of dit is ook zo'n gigantische diamant. Misschien gaat die ook nog een lichtje geven als ik ga schrijven. Dat zou nou wel echt leuk zijn. Nee, geen lampje. Geen lampje in de pen. Nou, dat is dus precies waarom je dat lampje in het schrift wel nodig had. Ja. Dan nog iets heel erg leuks. Dit is namelijk een parfum in de vorm van een hartje. Het staat op Good Vibes. Good Vibes staat erop. Ja, goede vibe. Het is een hartje, leuk. En de reden dat ik dit heb gehaald. Good Vibes is an addictive sweet fragrance with floral and vanilla notes with a hint of warm spice. Dit klinkt echt als een Larissa parfum. Dus ik hoop echt dat jullie dit leuk gaan vinden. Dan heb ik ook nog lipsticks. Dat zijn deze Liquid Matte Day to Night lipsticks. Ik heb geen idee of die een beetje chill zijn. Maar ik vond de kleurtjes wel leuk. En ik denk dat dit ook echt kleuren zijn die eigenlijk bij iedereen wel staan. En om je make-up collectie dan nog even extra compleet te maken, heb ik voor jou ook deze set met make-up kwasten. Ik zag dit liggen. Ik liep er voorbij. Ik denk, nee. Ik zag het nog een keer liggen. Ik liep er nog een keer voorbij. Ik dacht, nee. En uiteindelijk was ik echt op een andere verdieping. En toen dacht ik, nee. Ik moet terug. Ik moet gewoon terug voor dit. Ik moet terug. Dit moet absoluut mee. Ik vind het namelijk toch te leuk. Ook weer in de vorm van diamant. Ik weet niet wat ik heb met diamantjes. Maar het is een mooi begin voor 2019. En ja, hoe leuk ook. Ik bedoel, kom op. Er zitten 5 kwasten in. Allemaal verschillende kwasten. Ik heb geen idee of ze een beetje fijn zijn. Maar het ziet er wel heel erg prettig uit. En dit is ook iets wat je anders in ieder geval heel erg leuk kunt neerzetten. En het leukste hieraan vind ik het make-up tasje dat erbij zit. Want het lijkt misschien gewoon onderdeel van de verpakking. Maar nee, jongens. Dit is ook meteen een make-up tasje. Dat paarse dingetje daarachter, namelijk is het make-up tasje waar je natuurlijk deze kwasten in kwijt kunt, maar ook eventueel andere dingen. En er staat zelfs nog op, waar stond het ook alweer? Can be worn as a handbag. Met andere woorden, je kunt dit ook gewoon als een handtasje dragen. Misschien komt er dus ook nog een soort van een, ja kijk, er zit een lusje aan. Ik vind dit echt leuk. Ik vind dit echt super cute, jongens. Ik vind dit echt leuk. Ik word gewoon blij van dit soort dingen. Het laatste item, maar desalniettemin niet het minst leuke item. Less best, zeggen ze ook wel. Vorige keer had ik natuurlijk een hele leuke unicorn powerbank. En dit keer dacht ik, weet je, we zetten die trend gewoon even door. En dit keer heb ik dus een drolle powerbank. Jawel. Dat klinkt niet zo heel erg geweldig, maar het is wel een rainbow drol. Dus ja, dat maakt toch een hoop goed. Je zou het ook kunnen zien als een soort van ijsje. Voor iedereen die net als ik niet echt fan is van poep. Ijsje. Of weet ik veel wat je ervan wil maken. Het ziet er wel gewoon heel grappig uit, toch? Nou, alsof dat nog niet voldoende was, heb ik naast dit hele pakketje ook nog een giftcard voor de winnares. En daarop staat 25 euro. Dus dan kun je zelf ook nog eventjes wat leuke items kopen die misschien minimal zijn of zo. Nee, grapje. Ik denk dat je dit heel erg leuk gaat vinden. Dat hoop ik tenminste wel. Ik ga jullie nu vertellen wat je moet doen om kans te maken op een van deze leuke pakketjes. Allereerst wil ik jullie vragen om natuurlijk een duimpje omhoog te doen voor deze video. Ten tweede, abonneer eventjes op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. Ten derde wil ik jullie vragen om mij te volgen op Instagram. Dat is @larissabruin.
En als vierde wil ik jullie vragen om een reactie achter te laten. En in die reactie zou ik graag van jullie horen wat jullie meer zouden willen zien in 2019 op mijn kanaal. Ik maak natuurlijk al heel veel shoplogs en ik maak ook sowieso vlogs. Dus ik zou het vooral leuk vinden om te horen wat jullie daarnaast nog heel graag willen zien. Zoals bijvoorbeeld hacks of challenges, meer stijlvideo's, lookbooks of misschien video's waarin ik laat zien hoe ik mijn foto's bewerk. Echt, al jullie ideeën zijn welkom. Er zijn ook nog manieren waarop je extra kans kunt maken op een van deze pakketjes. En daarvan zet ik alle info eventjes in de beschrijving neer. Dus check sowieso de beschrijving. Daar vind je ook de linkjes terug naar Mimoneda en naar Markberg. En daar zal ik ook de winnares bekendmaken. Dat doe ik op 3 januari. En de winnares krijgt van mij bovendien een reactie op haar reactie. Dus als je een comment hebt achtergelaten, let dan eventjes op wanneer ik heb gereageerd. Zodat we alles in orde kunnen maken en ik het pakketje zo snel mogelijk naar je toe kan sturen. In ieder geval heel erg leuk dat jullie naar deze video hebben gekeken. Ik wens jullie natuurlijk heel veel succes. Maar ook alvast fijne feestdagen. Of alvast nog fijne feestdagen. En alvast een prettige jaarwisseling. Ik hoop dat 2019 voor jullie heel veel liefde, vriendschap, geluk, gezondheid en alles wat je maar mag wensen naar jullie toe brengt. En wellicht dus ook een van deze pakketjes. Heel veel succes voor nu en hopelijk tot volgende week. Doei! Jingle bells, jingle all the way. Oh, ik weet niet, het jingelt eigenlijk niet. Last Christmas, I gave you a script, but the very next day, you gave it away. Ja, die kans zit erin dat je de volgende dag weg gaat geven, want dit vindt echt niet iedereen leuk. Maar weet je, het boeit me gewoon niet. Ik vind het gewoon heel grappig. Ik vind het gewoon echt heel grappig.